lieve vrienden, het is 11:08 en we leven op de 20ste augustus alweer. Ja, de ene laatste dinsdag van de Juttersmarkt en Rebecca die komt er zo weer aan. Dat ik ga een bakje koffie maken voor mezelf en voor de diertjes even zorgen. En dan zal Rebecca ook in de tussentijd er wel zijn. En wat die wil drinken, weet ik niet. Of het koffie of thee is. Maar dan ben ik me dan wel weer. Ja, en ik hoop dat we nou eindelijk mooi weer krijgen. Zo dan. Die neemt me naar sprint. Dat we mooi weer blijven houden. Want het heeft, al met al een stuk of 10 keer hier gewoon weer heeft. Zowel vannacht, zowel vanochtend. Ja, en ik moet daar niks van hebben, ik ben er altijd dood van. Ja, maar oké, we zijn er weer. Ik ben wel beroerd en misselijk en onderweg. Maar dat is allemaal spanningen waar ik dus bang ben van weer. Ja, en dan uit het of in hoofdpijn, of in dat, of in zo, weet je. Het uit altijd wel ergens in en nou ben ik gewoon beroerd en misselijk. Nou ja, gaat het zo weer over. Dat ik een oud kereltje ben. Ja toch. Ja. Maar oké, ik neem jullie mee, maar niet deze camera. Nee, ik neem even Karen de camera mee. Ja, die ik voor Karen heb gekocht. Die gaat mee. Ik heb er weer eens een geheugenkaartje in. Dus ja, hoef ik deze stallage niet mee te nemen. Ik wil nog eens een andere tripod erbij hebben, dat ik op de camera eraf kan draaien. En die op die tripod zetten, dan kan ik deze net goed op meenemen en die andere gewoon voor reserve houden. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is nu op dit moment wel prachtig mooi weer. Hier en daar een wolkje en de lucht is verder blauw. Dus ja, heerlijk gewoon. Ik heb de deur ook open, dus ja, kan namelijk niks niet schelen, meisje. Nee, je gaat eten. Ewen die zit hier naast me op een stoel en die wil natuurlijk eten en dat is logisch. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, mijn huisje is schoon, kant en klaar. Rebecca is net weer de deur uitgegaan en ik ga me zo klaarmaken om de Juttersmarkt over te gaan. En ik moet op zoek naar een restaurant waar ik ook vorig jaar samen met Jan en Corrie heb wezen eten. Daar heb ik ook een vlog. Dat was rondom 25 september. Dat restaurant, dat is verhuisd naar Cape Holland, Oude Rijkswerf. Dus dat moet ik ook zoeken. Dus we gaan eerst een rondje markt doen. Daarna gaan we daar naartoe waar ik vlog. Waar ik kan vloggen, wat leuk is, dat vlog ik. Kom ik niks tegen? Nou, pech. Ja, simpel. Ik neem deze camera mee. Die heb ik toen destijds van Karin overgekocht. Dat is een oudje. Daar kan niet een klepje omhoog, zoals bij deze. En ja, deze gaat mee. Dus daar film ik dan de dingetjes mee. Wat ik leuk vind. Nou, de markt zelf opbreien, et cetera, met de koper. Ja, jullie weten zelf al wat de markt is. En ik heb jullie al een paar keer met de koper meegenomen. Dus dat hebben jullie al wel eens een keer vaker gezien. Dus ik heb nou ook twee kopers. Kan ik ook daarmee afwisselen. Als de ene vol is, tenminste de batterij leeg is, dan kan ik de andere erop doen. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ze zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga mij klaarmaken en ze zeggen tot later. Doei, doei. Ja, en we zijn reeds weer thuis. Ik heb al een bak koffie klaargemaakt. Het zat al op de salontafel. Ik heb weer wat nieuws gekocht voor mezelf. Ja, iets moois. Een jurk. Die hou ik lekker voor netjes. Ja, ik heb hem net gepast. En hij past, ik moet even wel er nog mee terug om even te vragen wat het allemaal is. Want daar heb ik het. Ik kan naar binnen, maar ik kan ook naar buiten. Ja, het lijken net vlindertjes of zo, ik weet het niet. Zullen we naar buiten halen? Dat was die ook. Maar waar, als het nou buzen moet gelden, of als
Ik weet niet. Maar in ieder geval kwam ik wel achter. Ik ga gewoon terug ermee. En die bewaar ik voor het etentje. Ja, een zwarte legging eronder of een witte. Maakt niet uit. Kan allebei. Maar ik denk dat ik toch zwart ga. Staat een beetje gekleder. En dan gaan we lekker gezellig uit eten. Met z'n vijven. Tenminste, ik hoop dat ik twee anderen kan uitnodigen. Ja, en dat is Karen en onze Reuderin. Ja, ja. En ik hoop dat ze kunnen. Ik ben er bij tijd mee. Het duurt nog een aantal weken. Dus ja. Ze zien maar dat ze hier komen. .nl. Ja. Gaan we lekker uit eten. Ik heb er net het restaurant al opgebeld. Hij kent mij en hij weet hoe ik ben en weet wie ik ben. Dus helemaal gaat het goed komen. Ik ben er ook al geweest, maar ze waren nog gefloten. Ze zijn nu nog gefloten. Ze zijn al wel bezig, maar het is nog dicht. Gaat pas om, nou ja, over een paar minuten gaat het open. Ja, om 16:30 gaat het open. Maar ik kreeg het telefoonnummer van de buren. Kreeg ik een telefoonnummer gekregen en daar kon ik bellen. Ik ben ook achter iets anders. Ik moet mijn computer ervoor aan doen. Ik moet even gaan zoeken op het internet. En ja, want hoe ouder, hoe gekker. En Karin die vindt het helemaal top. Die vindt het helemaal wauw. Ik heb tenminste een moderne moeder. Oké, ja, leuk. Ik wil namelijk, hoogstwaarschijnlijk gaat het ook wel gebeuren, een tongpiercing. Maar dan moet ik wel veilig zijn. Ja, ik wil dat niet dat ik een ontstoken tong krijg of wat dan ook. Nee, dat gaat het hem niet worden. Maar oké, ik heb onderweg niet gevlogd. Nee, ik had hem dus wel bij me, maar ik heb niet gevlogd. Nee, gewoon niet. Ja, ik zag niks. En Sandra die is er terug. Sandra die heb ik ook even meegenomen. Ik heb ook even getrakteerd. Wel terug. Maar de andere kip had zij weer. Maar oké, in ieder geval, het was wel even gezellig en het was even fijn. En ja, het was leuk. Het is mooi weer, het heeft niet meer geregend. En ik heb nog meer gekregen. Ja, ik pak even mijn tas. Even wachten. Dan zit het aan die kant. Even. Ja. 1, 2, 3. Dan kan ik het in. Het waren er maar 3. Zo. Even daar. 1 flesje. Ik hoop dat jullie parfum in. Ik had die eens lezen. GICRGIO. Nou ja, zeg het maar. Wat is dit? Oh, dat staat op de achterkant. Nou, dat kan ik al helemaal niet lezen. Code toilet, maar de naam kan ik lezen. Dat is dit flesje. Ook leuk. Dan heb ik nog een schatje van een flesje. Dat is Miss Arpels. A-R-P-E-L-S. Het is net een diamantsteentje, maar of een hangertje. Dus kreeg ik spontaan van een, ja, het was dan wel de rommelmarkt gedeelte. Maar ja, ik kreeg het zo spontaan hier. Je bent altijd zo'n lieve vrouw, je zegt altijd lief gedag. En je hebt een keer wat gekocht, dit krijg ik cadeau. Nou ja, dankjewel. Ik bedoel, als je het in de winkel moet kopen, dit spul. Want ik weet wel dat die mensen altijd wel duur spul kochten. Dus het zal een goede merk wezen. Dan zal het ook wel duur wezen. Ik weet ook niet hoe het ruikt hoor. Waar ik nou ruik. Stikjes straks een uur in de winkel. Ja, die ruikt lekker. Ja.
dat is met zo'n puntje aan het dopje en een klein gaatje in het flesje. En dan moet je even achter je oor doen, weet je wel. En even een beetje op je pols en dan zo. Ja, man. Oh nee, meis. Kan dat wel echt mout. Ja, die ruikt ook lekker. Deze nog. Ja, ook lekker. Heerlijk. Nou, dankjewel, lieve meneer en lieve mevrouw. Ja. Dus, nou, ik zet het gewoon eventjes voor de schoon hier neer. Want het zijn leuke kleine flesjes. Ja, toch? Maar oké. Lieve vrienden, ik ga aan mijn koffie. Ik heb eigenlijk geen koek gehaald. Ik heb nog geen boodschap gedaan. Ik zou bij de FOMA, bij de DK even gaan. Maar moest er eerst een heel nog aan de zenuw. Ik had geen zin meer. Ik was lekker af. Ik denk, ik ga naar huis. Dat komt morgen wel. Maar morgen komt ook van, hoe heet dat? Voor mijn booster. Ik weet uit mijn hoofd niet eens niet hoe dat heet. Oh jee. Gaan we opzoeken. Even een moment ook. Gaan we opzoeken. Oh jee. Doe dat niet zo vervelend. Ik klik die aan. Ja, en dan is het. Hulpmiddelcentrum. Ja, hulpmiddelcentrum. Die komen morgen langs voor een nieuwe acculader. Ja, die acculader die is gek. Vandaag markeerde er weer niks aan, was die gewoon nog koud. Dus ja, het is, de ene keer is die koken deed, dan is die koud. Ik vertrouw dat niet. Dus maar nieuwe.nl. Ja hoor. Zo. Daar was Kandalf. Hé, Kandalf hier. Zo, kijk daar weer eens. Hallo, hallo. Kopje omhoog. Nee, geen zin. Dat hoeft ook niet hoor. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Voor straks een smakelijk eten. En een fijne avond toegewenst. Ja, en doe er wat mee. Wees blij. Ga iets leuks doen met elkaar. Whatever. Maar wees wel vooral lief voor elkaar. Ja, te zeggen. Tot dan. Doei, doei.